Begin juni vond de eerste editie van het Dutch Bear Camp plaats in Drunen. Tenten, campers, caravans en barbecues. Kortom, alles voor een geslaagd berenweekend vol berenleuke activiteiten. De bergscene in Nederland is steeds groeiender, maar we misten wat sociale activiteiten. En daar is Bear Camp het antwoord op. Het is gebaseerd op grote berenevenementen uit de Verenigde Staten, waar kamperen ook een belangrijk onderdeel uitmaakt van zo'n evenement. En we hebben het hier net even opgeplust, om het zo maar te zeggen. We're here on our honeymoon after getting married in Melbourne, Australia, in April. And we came here because Paul plays rugby and he's come for the Bingham Cup. Richard was looking for some events that were on at the time we were going to be here and came across this one and here we are. Dit is gewoon mijn ding. Ik ben hier aangekomen, ik voelde mij direct thuis. Ik zette me nog maar neer en ik kon gewoon de brochure al niet uitlezen. De mensen kwamen gewoon naar me toe. En ik had direct een gesprek. Nou, het is zo dat wij activiteiten heel bewust hebben opgezet voor iedereen wat wils. Hè. We hebben sportieve activiteiten, we hebben wellnessactiviteiten, we hebben feesten. En je merkt dat iedereen zijn eigen keuze daaruit maakt. Nou, we zijn nu 2 jaar open. Het is ons, net de start van ons derde seizoen. We hebben nu een sauna, we hebben een whirlpool, we hebben een stoombad, we hebben een massageruimte. En net even iets meer wellnessgevoel als een doorsnee gay sauna. Dat proberen we een beetje uit te stralen. Ik denk dat de bergcommunity groter is dan dat ze zichzelf realiseren. Maar veel mensen houden niet van het idee een label op zichzelf te plakken. Een beer zijn is ook meer een mindset dan jezelf in een bepaald hokje te persen. En ik denk dat we hier daar een heel duidelijk voorbeeld van zijn. Want een beer kan je zijn of je nou lang en slank en behaard bent, of dik en behaard, alles wat daartussenin zit. Het is voor ons vooral van belang dat we dat stukje socializen weer kunnen realiseren. Ik zelf denk dat door de apps van Grindr en Gay Romeo dat het wat onpersoonlijker geworden is. En, we proberen hier de mensen wat meer bij elkaar te krijgen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook gewoon Growler en Grindr en al je chats en zo. En ik denk dat daardoor wel de noodzaak om samen te komen, dat die jongere generatie dat iets minder voelt. Wel, jongeren, ja, die blijven meestal toch wel een beetje op afstand. Maar meestal zie je met de trend van het internet en zo. Zijn de jongeren wel op de hoogte van zo'n evenementen? Want ze zien alles op internet. Maar toch komen ze nog net te weinig naar die dingen toe. Ik heb al veel contacten weten te leggen. Mensen die ik al ooit gezien heb. Hè, via allerlei kanalen. Via Facebook zelf dan. En die je nou in het echt ziet. En dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het een super initiatief. En ik kan niet wachten tot volgend jaar. Ik zou volgende week al terugboeken als ik kan. Echt waar. Zo leuk. Pak de agenda's er vast bij. Volgend jaar het eerste weekend van juli zal Bear Camp veranderen in Bear Weekender en het wordt een berenfestival op Dunes hier in Drunen. Download vanaf vandaag OutTV Pro in de Apple App of Google Play Store. Registreer je nu en kijk het beste van OutTV.